Toen wij in 1999 aan het parket in Amsterdam inzagen vroeg in het dossier van een onopgeloste moord, schreef de hoofdofficier van justitie beslist dat hij op grond van de daarvoor geldende privacyregels in de wet bescherming persoonsgegevens en de wet openbaarheid van bestuur aan journalisten geen inzage kan verlenen in het strafdossier. Een hele mond vol die het dossier gesloten hield. Maar tijden veranderen. Goedenavond, welkom bij het programma dat onderzoekt, ontmaskert, aanklaagt, verdedigt. En vanavond, 11 jaar later, in nauwe samenwerking met het cold case team van de Amsterdamse politie, alsnog het hele dossier van de moord op de Amstelveense Lidie Baneke Knap doorpluist. Ik zei al, tijden veranderen. Maar wat er sinds ons eerste verzoek helaas wel onveranderd is gebleven, is dat dit levensdelict nog steeds onopgelost is. En het merkwaardige is ook dat de moord op deze 63-jarige vrouw, die in gruwelijkheid bijna ongeëvenaard is, nooit groot de pers heeft gehaald. In mijn loopbaan ben ik op heel veel verschillende en soms buitennissige PD's geweest, plaatsen delict. Maar de locatie waar Lidie in 1994 werd omgebracht is voor zover ik weet uniek. Ze is overhoop gestoken in het kleine toiletje van haar eigen woning. Sindsdien zijn er inmiddels bijna 17 jaar verstreken. En niet alleen de tijden zijn veranderd, maar gelukkig ook de opsporingmethode. En dus hopen we vanavond alsnog licht te brengen in deze zaak, waarin wel degelijk aanknopingspunten zijn. Ik moet u wel waarschuwen. Onze reportage bevat zeer schokkende beelden van de plaats delict. En die zijn noodzakelijk, opdat iedereen ervan doordrongen raakt dat dit misdrijf moet worden opgelost. Kijkt u naar het dossier van de Amstelveense toiletmoord. Ik trof mijn vrouw hier aan, liggend op de grond, badend in het bloed. Ik heb mijn hand op haar hoofd gelegd, met een mengeling van vertedering en ook om te zien of er nog iets te doen viel. Dit is de 74-jarige Joop Baneke. Hij vertelt hier op ruim 16 jaar oud archiefbeeld van het programma Opsporing Verzocht hoe hij zijn gruwelijk vermoorde vrouw Lidia heeft aangetroffen. Ze is tientallen malen met een mes gestoken. De hoop was dat Joops oproep zou leiden tot de oplossing van de moord, tot de arrestatie van de moordenaar. Joop zou zelf nog 7 jaar leven, maar de moord op zijn Lidia werd nooit opgelost. De onopgeloste moord op de 63-jarige Lidia Knap uit Amstelveen in 1994... is er eentje die in zijn gruwelijkheid bijna geen gelijke kent. En toch kent vrijwel niemand de zaak. De landelijke pers heeft er nooit echt aandacht aan besteed. Hoe kan dat? Dat een dader zo vreselijk tekeer kan gaan tegen een volslagen weerloos en onschuldig slachtoffer en er gewoon mee wegkomt, en dat de zaak desondanks nauwelijks op de kaart staat. Dat vinden ook Lidia's nabestaanden. En in 1999 vroegen zij ons programma daarom al aandacht aan de zaak te besteden. We moesten wel opschieten, benadrukten ze, want de moord was al 5 jaar oud en de kans op een oplossing leek verder weg dan ooit. Peter is altijd zeer in de moordzaak geïnteresseerd geweest. Peters ouderlijk huis staat ook in Amstelveen en hij kwam in zijn jeugd veelvuldig in de wijk van de plaats delict. Ons programma had mede daarom sinds eind jaren 90 veelvuldig contact met de recherche en we brachten verschillende bezoeken aan de officier van justitie die de zaak behandelde en correspondeerde zelfs met de hoofdofficier van justitie in Amsterdam. Telkens verzekerde men ons: binnenkort hebben we nieuws. Binnenkort treden we met de zaak naar buiten. Binnenkort krijgen jullie inzage in het dossier. Nog even geduld. Maar nu, november 2010, 11 jaar na ons eerste belletje aan de politie en 16 jaar na de moord, is het dan toch eindelijk zover. Wij moeten bij rij 20 zijn. Dus deze. Ga ik hem even opengooien voor je. En dan moeten we straks links achterin zijn, volgens mij. Hier moet hij staan? Ja, ga je gang. Hij moet ergens achterin aan de linkerkant staan, in een doos, want wij hebben hem regelmatig in gebruik. Dit is hem.
Lydia, ik haal hem er even uit. Dan... Zal ik het even laten zien? Dit is een deel van het dossier. Oh, dat is nog het echte originele dossier. Ja, origineel dossier uit de eerste aanleg. Oude ordnetjes. Even map 1. Je beurt stond te wachten om je gegevens erin te zetten. Ziekenbroeders ontfermen zich over een hevig bloedende vrouw. Het is Lydia Knap. Ze ligt half uit het toilet, is gedeeltelijk ontkleed en vertoont nog enige teken van leven. Maar het is te laat. Lydia overlijdt ter plekke aan haar talloze, zware verwondingen. Haar man Joop vertelt dat hij die middag voor een paar boodschappen op de fiets was weggeweest en dat hij bij thuiskomst, rond 4 uur, merkte dat de achterdeur op slot zat. Dat deed zijn vrouw wel eens meer als ze naar boven ging om bijvoorbeeld de was te doen. Joop zegt dat hij daarop was omgelopen en het huis via de voordeur was binnengegaan. Hij hoorde een reutelend geluid uit het toilet en toen hij aan de klink voelde... Het huis wordt omgedoopt tot een plaats delict en meteen beginnen leden van de technische recherche aan hun sporenonderzoek. Hoewel ze als ervaren speurders veel gezien hebben, zijn ze ronduit geschokt door het tafereel dat ze binnen aantreffen. Dit zijn de originele foto's die de recherche ruim 16 jaar geleden maakte. Ze tonen een gruwelijk beeld van een ongekende wreedheid op een totaal weerloze vrouw. In het kleine toiletje is het een waar bloedbad. Lydia is letterlijk overhoop gestoken. Om haar pols zit haar witte t-shirt gedraaid. Haar trui ligt in een plas bloed naast haar. Het lijkt of ze ergens anders in het huis is belaagd, wilde vluchten naar het toilet, daar geen kant meer op kon en toen is vastgegrepen. En dat tijdens de worsteling die volgde de dader haar kleding over haar hoofd heeft getrokken. Behalve de vele steken vertonen haar armen en handen enkele afweerwonden. Ze heeft dus waarschijnlijk het mes proberen te grijpen en zich met haar armen proberen te beschermen. Dat de vrouw zich in haar doodsangst heeft schrapgezet. Hier ligt haar bril. Hoe is die in het fonteintje terechtgekomen? Was de dader uit op geld? Het is onduidelijk, want waarom liet hij dit mapje met 100 gulden dan achter dat gewoon voor het grijpen ligt? Of getuigen de vele messteken van een wraakactie, represailles of een afrekening? De afschuwelijke plaatsdelict heeft nog enkele bijzondere details. Aan het linkerbandje van de BH van Lydia zijn 2 huissleutels bevestigd. In 1 van de cups is een zakje genaaid, blijkbaar bedoeld om iets op te bergen. Lydia droeg persoonlijke bezittingen dicht op haar lijf. Wist de dader dat? Is daarom de kleding bijna letterlijk van haar lichaam gescheurd? Het valt de rechercheurs verder op dat het bloedige en extreme geweld zich helemaal heeft beperkt tot de toiletruimte. Geen van de andere kamers lijkt doorzocht en nergens anders worden bloedsporen gevonden. Op de bank in de woonkamer liggen nog wat boeken en tijdschriften
die Lydia kort voor de moord had zitten lezen. Het leeslampje is nog aan. De keukendeur aan de achterkant van het huis is van binnenuit op slot gedraaid. Ernaast staat nog de fietstas van haar man Joop. Hij had die daar neergezet toen hij omliep naar de voordeur. Alleen op de knop aan de binnenkant van de voordeur zit een bloedveeg. Maar die is hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt door Joop. Hij had zijn hevig bloedende vrouw gevonden en vastgepakt en was daarna via de voordeur naar de buren gerend. De kans is groot dat minuten eerder de dader hetzelfde deed en dat Joop dus mogelijk een cruciaal spoor, misschien wel het enige spoor, heeft vernietigd. Omdat er niets wordt vermist en het huis niet is doorzocht, houdt de politie er rekening mee dat Joop de dader stoorde toen hij aan de achterdeur morrelde. Lydia leefde immers nog, ondanks alle steekwonden, en er lag ook nog 100 gulden voor het grijpen naast haar op de toiletvloer. Deze theorie zal later door andere aanwijzingen worden ondersteund. Het lukt de technische recherche niet om vingerafdrukken of andere sporen van de moordenaar te vinden. Ook het moordwapen wordt nooit in of rond de plaats delict aangetroffen. Hoe zou jij deze zaak nou typeren? Ja, dat er één echt door het lint is gegaan. Dat er iets geëxplodeerd is, iets gebeurd is waarvan iemand volledig zijn controle kwijt geweest moet zijn. Maar dat, dan zou je zeggen, dat lijkt weer meer op wraak of op represailles of op... Ja, of niet zijn zin gekregen hebben, wat hij zijn doel wilde bereiken en daardoor onvoldoende controle heeft gehad. Zou dus ook op gebruik van verdovende middelen kunnen zijn, waarbij hij een bepaalde controle kwijt is geweest. Het maakt het ook wel heel moeilijk, want er blijven zoveel vragen openstaan, zeker met die oude dossiers. De mogelijkheden van DNA-onderzoek zijn in 1994 nog beperkt en richt zich in die tijd vooral op sperma, bloed en haren. Toch stelt men in 1994 wel nagelvuil van Lydia veilig. Daar kan bloed of ander materiaal, zoals huidschilfertjes of vezeltjes van de verdachte in zitten, als het slachtoffer zich hevig heeft verweerd door bijvoorbeeld de aanvaller te krabben. Maar het lukt niet om er een DNA-profiel van een mogelijke verdachte uit te halen. Het wordt wel bewaard. Misschien dat er in de toekomst met nieuwe technieken iets mee gedaan kan worden. De plaats delict heeft alle kenmerken van een moord uit blinde haat of woede. Als het de dader alleen om het doden te doen was geweest, had hij immers kunnen volstaan met 1 of 2 gerichte messteken. Maar hij ging door, tientallen keren. En de vraag is, waarom al dat geweld? En waarom op klaarlichte dag met grote kans op betrapping? Wat bracht hem op deze winterdag naar de Haagkerslaan 18 in Amstelveen? Een straatje van 13 uit een dozijn. En waarom moest hij uitgerekend deze weerloze vrouw hebben? De recherche worstelt al meer dan 16 jaar met die vraag. Lydia, door vrienden Lydie genoemd, woonde samen met Joop al heel wat jaren in dit rijtjeshuis aan de Haagkerslaan in de ogenschijnlijk rustige wijk Keizer Karelpark in Amstelveen-Zuid. Hun leven kenmerkte zich door eenvoud. Ogenschijnlijk rustig, want in deze zo burgerlijke omgeving onder de rook van Schiphol zijn in amper 10 jaar tijd wel 4 ouderen vermoord. In 1993 werd letterlijk om de hoek bij Lydia Knap aan de Vogelkerslaan de 81-jarige mevrouw Snoek met een messteken aan borst gedood. De dader bleek haar 51-jarige zoon, een internist. Ruim een half jaar na de moord op Lydia Knap wordt aan de Amstelveense Boksdoornlaan de 68-jarige Jenny Bikker door een inbreker doodgestoken. Deze dader is ook gepakt. Hij bleek de 16-jarige zoon van een politieman te zijn.
In 2004 wordt ten slotte in zijn huis aan de Van der Hooplaan de 60-jarige Anton van Tienhoven met liefst 82 messteken omgebracht. De moord op Van Tienhoven is onopgelost. De misdrijven lijken niet met elkaar in verband te staan, maar opmerkelijk is het wel. Terug naar Lydia en Joop in 1994. Lydia staat bekend als een lieve en behulpzame vrouw die na een carrière bij het Joods maatschappelijk werk sinds 2 jaar met vervroegd pensioen is en haar dagen vult met handwerken, lezen en vrijwilligerswerk. Als gevolg van het maatschappelijk werk onderhoudt Lydia echte contacten met lieden met zeer diverse achtergronden. Ze wilde Jan en Alleman helpen en wendde niet zelden eigen geld aan om cliënten in nood een handje te helpen. Ook na haar pensionering bleef ze dit doen. Dit tot ergernis van haar man Joop, wat wel eens tot discussies leidde. Door haar vrijgevige gedrag wisten zeer veel mensen met problemen dat Lydia best wel geld had. Mensen die dat misschien maar beter niet konden weten. Is één van hen de dader? Joop Baneke is een voormalig priester die Lydia in 1970 via een contactadvertentie had leren kennen en met wie hij in datzelfde jaar was getrouwd. Kinderen waren er uit het huwelijk nooit voortgekomen, mogelijk omdat Lydia bij haar huwelijk de 40 al was gepasseerd. Diverse bekenden van Lydia verklaren dat ze een beetje paranoïde bewaarplaatsen had voor haar geld, mogelijk een gevolg van haar onderduikverleden in de oorlog. Veel mensen, misschien wel te veel, wisten ook dat ze de huissleutels onder haar kleding vastgespte en een vakje in haar BH had genaaid waarin ze geld bewaarde. Ze maakte hier geen geheim van, vertelt een ex-collega van het Joods maatschappelijk werk in haar verklaring bij de recherche. Ze kon tijdens een vergadering zonder schroom dit zakje onder haar blouse of trui halen als ze het nodig had. Ook wisten veel mensen dat Lydia soms, bijvoorbeeld wanneer ze een dagje uitging, een soort zelfgemaakt buideltje onder de kleding op het lichaam droeg. Dit buideltje is na de moord nooit gevonden. Had ze het om en heeft de dader het meegenomen? Lydia was kinderloos, maar een pleegdochter had ze wel. Het is de inmiddels 54-jarige Elsa op het Holt uit Amsterdam. Elsa dreigde begin jaren 70 af te glijden. Haar moeder was prostituee en werd door haar vriend vermoord. Elsa werd zomaar een keer door Lydia aangesproken toen ze weer eens in het Vondelpark doelloos rondhing. Ik heb haar eigenlijk heel bruut weggestuurd. Van echt ze van rot op, laat met rust en echt geschreeuwd tegen haar. Ja, die vrienden staan om je heen, dus dat is ook een beetje stoer natuurlijk als 16-jarige. Maar het irritante aan haar was dat ze dus niet zich zeg maar zomaar liet wegsturen. Achteraf hartstikke goed natuurlijk. Ze bleef elke dag terugkomen. Tot irritant aan toe. Elke dag stond ze weer. En dan stond ze gewoon op een afstandje te kijken naar me. En dan voel je gewoon die ogen prikken. Lydia houdt vol. En uiteindelijk wordt de bijna ontspoorde Elsa haar pleegdochter. Zij heeft ervoor gezorgd dat ik een goed leven wilde leiden. Doordat ik merkte dat ze in me geloofde. Dat ze me vertrouwen gaf. Het is geen toeval dat zij in mijn leven is gekomen. Het moest gewoon zo zijn. Ja, waarom moest zij worden vermoord? Die logica snap ik niet. Ik bedoel, die vent moet gewoon gepakt worden. Lydia Knap viel ten prooi aan iemand die als een razende op haar instak. Liefst 37 messteken telt men tijdens de sectie. De meeste steekwonden zitten in haar hals en aan de linkerkant van haar lichaam.
Naast afweerwonden aan handen en armen vindt de sectiearts enkele kleinere snij- en steekwonden die erop zouden kunnen wijzen dat Lydia met het mes onder druk is gezet. Mogelijk om haar te dwingen te vertellen waar ze haar geld bewaarde. Wie heeft Lydia Knap op zo'n beestachtige wijze vermoord? Een van de eerste potentiële verdachten die de politie in het vizier neemt is niet een doorgedraaide junk of een van Lydia's ex-cliënten uit het maatschappelijk werk. Nee, het is haar eigen man, Joop. Formeel geldt Joop als getuige, maar omdat het niet de eerste keer zou zijn in een moordonderzoek dat de aangeslagen partner uiteindelijk zelf de dader is, letten de rechercheurs op elk detail, elke mogelijke verspreking en elke uiting van nervositeit. Hij wordt liefst 8 keer gehoord. Getuigen melden dat Joop en Lydia regelmatig oneenigheid hadden, vooral vanwege Lydia's vrijgevige gedrag richting ex-cliënten uit het maatschappelijk werk. Joop zou ook wel eens verbaal agressief zijn tegen Lydia. Volgens anderen was hij de week na de moord alweer opvallend opgewekt en toonde hij zich niet echt een rouwende weduwnaar. Een getuige verklaart bijvoorbeeld dat Joop tijdens de begrafenis opgelucht leek. Joop was wel opgenomen in het testament van Lydia, maar Lydia niet in dat van Joop. Waarom? Was hier ruzie over geweest? Maar Joops verklaringen sluiten goed op elkaar aan en hij spreekt zich nergens tegen. Als tenslotte ook zijn alibi voor die middag klopt, Joop heeft boodschappen gedaan en lege flessen weggebracht, zijn verdenkingen van betrokkenheid bij de moord op zijn vrouw niet langer houdbaar. Geen sporen van de dader op de plaats delict, geen moordwapen en echtgenoot Joop, die kan worden afgeschreven als verdachte. Maar uit buurtonderzoek komt dan wel iets zeer concreets over de mogelijke dader naar voren. Dit is de wijk van Lydia en Joop in Amstelveen. Ze woonden op dit adres, Haagkerslaan nummer 18. Een glad zien rond 4 uur die middag een man voorbij rennen. Dit correspondeert precies met het tijdstip dat Joop thuis kwam van boodschappen doen en bevestigt het vermoeden van de recherche dat de dader hierdoor waarschijnlijk is gestoord. De rennende man kwam uit de richting van de Haagkerslaan en holde via de Ouderkerkerlaan in de richting van de Beneluxbaan. Omdat de glaszetter de man op nog geen meter afstand ziet passeren, kan hij de recherche een goed signalement geven. Het gaat om een blanke man, ongeveer 1,80 meter lang, tussen de 35 en de 40 jaar oud, ongeschoren en gekleed in een blauwe spijkerbroek en een blauw jek. Er is ook een opvallend kenmerk. De man droeg zijn haar strak naar achter in een staartje. Hij had zijn handen in zijn zakken. Verder viel het de getuige op dat de man rode, op bloed lijkende vlekken op zijn kleren had. De schilder heeft het ook over een ongeveer 40-jarige man met een staartje die bij het rennen vreemd genoeg de handen in de zakken hield. Met het verhaal van een derde getuige die even na 4 uur op het perron van het Amstelveense tramstation Ouderkerkerlaan Beneluxbaan staat te wachten, lijkt de reconstructie van de vluchtroute van de mogelijke dader compleet. Het is een 13-jarige scholier die de recherche vertelt dat ze vanaf het taluut, dwars door de bosjes, een man met een staartje had zien naderen. De man was samen met de getuige in tram 51 gestapt en was zelfs tegenover haar gaan zitten. Ze geeft exact dezelfde omschrijving als de twee eerdere getuigen en voegt eraan toe dat hij enge, gemene ogen heeft en zich erg nerveus gedroeg. Hij had donkere vlekken op zijn broek. Het meisje zit minstens 10 minuten pal tegenover hem en kan dus een betrouwbaar signalement geven.
Hij stapt uit in Amsterdam. Hier vanaf het station Wieboudstraat in Amsterdam loopt de man weg in de richting van de Gijsbrecht van Amstelstraat. En dat is de eerste straat links om de hoek. Voor het rechercheteam is er weinig twijfel. Dit moet de moordenaar van Lydia Knap zijn. In een uitzending op 15 maart 1994 van Opsporing Verzocht worden daarom de vluchtroute en het signalement van de verdachte onder de aandacht gebracht. En er is op aanwijzingen van getuigen een tekening van de man gemaakt. En dit is die tekening. Het gaat om een blanke man van 30 à 40 jaar oud. 1,80 à 1,90 lang met een normaal postuur. Hij heeft donkerblond haar, mogelijk ietsjes grijzend. En hij had het haar van achter in een staartje van ongeveer 10 centimeter. En het ruut af naar beneden. Hij steekt de Beneluxbaan over en klimt het perron op. Naar aanleiding van deze uitzending melden zich diverse andere passagiers uit tramlijn 51 die de man ook hebben gezien. Herinnert, bij wie ze rond de datum van de moord zijn staartje moest afknippen. Deze kapster werkte in een kapsalon in de Krugerstraat in Amsterdam-Oost en die locatie maakt de informatie voor de recherche extra interessant. Want de Krugerstraat ligt vlakbij de Wieboudstraat en de Gijsbrecht van Amstelstraat. De plek dus waar getuigen de man met het staartje uit de tram zagen stappen en heen zagen lopen. Had de dader in de gaten dat hij overal gezien was en... Ondanks diepgaand onderzoek werd de recherche de nerveuze klant, wiens bezoek aan de kapsalon eenmalig was, niet te traceren. En zijn staart is door de kapsalon helaas niet bewaard. Ook komt bij de recherche een zeer groot aantal onbruikbare tips binnen. Aanvankelijk dacht men een zeldzaam en herkenbaar kenmerk in handen te hebben met het staartje, maar tot in de verste uithoeken van ons land blijken ongeschoren mannen van rond de 40 met een staartje rond te lopen. Maar die ene, die man die op 9 februari met de handen in de zakken en waarschijnlijk met bloedbesmeurde kleren de Haagkerslaan uitrende en na een rit in tram 51 door het Amsterdamse stadsgevoel werd opgeslokt, blijft onvindbaar. Zo veelbelovend als het onderzoek er plotseling uitzag, zo somber staan de zaken er enkele maanden later voor. Uit het dossier is gek genoeg niet op te maken of de recherche-echtgenoot Joop Baneke ooit expliciet heeft gevraagd naar de man met het staartje. Het zou natuurlijk kunnen zijn dat hij wist om wie het gaat, omdat er een bekende van zijn vrouw aan de beschrijving voldoet, of omdat Joop bijvoorbeeld alleen zo iemand in de straat heeft gezien. Het gebrek aan aanknopingspunten leidt er uiteindelijk toe dat het onderzoek op 27 mei 1994... dus ruim 3,5 maand na de moord, moet worden gesloten. Maar niet voor lang. Want terwijl eigenlijk niemand van het rechercheteam nog op een doorbraak rekent, komt er ruim een jaar later, in de zomer van 1995, bij de criminele inlichtingeneenheid, ineens een hoopgevende tip binnen. Dit is het originele tipformulier van de CIE. J., een Amsterdamse junk, brengt gejatte spullen naar Duitse Willem. J. breekt in met een Tsjech die bij een uit de hand gelopen inbraak iemand van het leven berooft in Amstelveen. Omdat de informatie nogal vaag is en het in Amsterdam blijkt te wemelen van junks die J. als voornaam of achternaam hebben, verloopt het onderzoek stroef. En als je al niet weet wie J. is, hoe kom je dan uit bij een Tsjech over wie verder totaal geen bijzonderheden worden vermeld. Maar dan, op 31 oktober, weer zo'n 3 maanden later, komt deze aanvullende CIE-informatie binnen. Het zijn Siebe J. en Vaclav G. J. is een keer in Diemen bij een woninginbraak door een vrouw overlopen. De recherche gaat ervan uit dat met Diemen het naburige Amstelveen wordt bedoeld en daarmee is de info opeens concreet genoeg.
De bedoelde CBJ en vaklaf G blijken in de politiesystemen voor te komen als notoire veelplegers en kunnen zonder veel moeite worden getraceerd. Maar omdat concrete bewijzen ontbreken, kunnen de mannen in dat stadium alleen nog als getuigen worden gehoord. Op 11 januari 1996 verklaart CBJ onder andere: ik kan met de hand op het hart zeggen dat ik nooit betrokken ben geweest bij een gewelddadige dood van iemand. De Tsjech Vaclav G. ken ik niet. Omdat er verder geen enkel ondersteunend bewijs is en J. bovendien niet voldoet aan het signalement van de man met het staartje, leidt het spoor J. tot niets. Het wordt ruim 5 jaar stil. Tot oktober 2002, als er toch weer een tip via de CIA binnenkomt over CBJ. 3 tips in 7 jaar tijd die allemaal in dezelfde richting wijzen. Dat kan toch bijna geen toeval meer zijn. En dit keer is de tip behoorlijk concreet met informatie over de toedracht die goed zou kunnen kloppen. Willem O. ruilde midden jaren 90 sieraden voor doop van CBJ, afkomstig van een woninginbraak in Amstelveen. Daarbij had J. een vrouw doodgestoken die van de bovenverdieping kwam en hem betrapte. Hij was de woning binnengegaan nadat de man des huizes de woning had verlaten. De Tsjech kende dit verhaal. Dit klinkt heel overtuigend en op 18 maart 2003, bijna 10 jaar na de moord op Lydia Knap, wordt er een verdachte gearresteerd. CBJ. Later wordt ook de vermeende compaan Vaclav G. opgepakt. Heder Willem O. wordt door de recherche ontboden om te getuigen. Wordt de gruwelijke moord op Lydia Knap nu eindelijk, na 9 jaar, dan toch opgelost? Maar de mannen zeggen elkaar niet te kennen en zijn ieder voor zich stom verbaasd dat ze met de moord in Amstelveen in verband worden gebracht. Het is bijzonder dat er in een periode van 7 jaar 3 maal op dezelfde verdachte wordt gewezen in een moordzaak die nauwelijks onder de aandacht is geweest. Eigenlijk is er maar 1 manier om de eventuele betrokkenheid van de mannen met de gruwelijke moord op Lydia Knap overtuigend aan te tonen. Een toetsing aan de hand van technisch bewijs. En die kans dient zich aan. De DNA-technieken zijn inmiddels veel verfijnder dan in 1994. En dus wordt het nagelvuil van Lydia Knap, dat destijds onbruikbaar leek, maar wel was bewaard, opnieuw onder de loep genomen. In de zomer van 2004 komt professor Dr. Peder Knijf van het Forensisch Laboratorium voor DNA-onderzoek in Leiden met een interessant onderzoeksresultaat. Er is 1 spoor gevonden met DNA-materiaal dat niet overeenkomt met dat van Joop en Lydia. Dat dus hoogstwaarschijnlijk van de dader is. Het gaat helaas niet om een zuiver autosomaal profiel dat voor iedereen uniek is en dus voor 100% iemand kan aanwijzen. Het lukt de wetenschapper wel om een zogenoemd Y-chromosomaal profiel te isoleren. Dat is een veel minder bruikbaar DNA-kenmerk en heeft een zwakkere bewijskracht dan zogenoemd autosomaal DNA. Van Y-chromosomaal DNA kun je niet zo stellig zeggen dat het gevonden spoor aan slechts 1 persoon toebehoort. Y-chromosomaal DNA bevat alle kenmerken die worden doorgegeven van vader op zoon, vaak generaties lang. In zo'n geval hebben alle mannelijke familieleden hetzelfde Y-chromosoom. En in de praktijk kan dat om honderden of zelfs duizenden mannen gaan. Op het moment dat je een verdachte hebt en je gaat zijn DNA vergelijken met het spoor wat uit het nagelvuil is getrokken, dan kan je dus wel vaststellen dat hij het niet geweest is. Je uitsluiten kan je hem. En, alleen je kan hem niet volledig insluiten. Dus ja. Je zal veel meer moeten hebben als straks het DNA-profiel. Je kan wel zeggen, hey, hij voldoet aan een aanzienlijk aantal kernen ervan. Maar het is niet zo dat je kan zeggen, hey, dit is onomstotelijk, we hebben je. En, maar we zullen er echt wel bij moeten hebben.
En dus wordt het vergeleken met het Y-chromosomaal DNA van Sibi J en Vaclav G, die al vanaf een eerste verhoor hebben aangegeven met elk onderzoek te willen meewerken. Op 27 september 2004 komt DNA-expert De Knijf met de uitslag. Het bij het slachtoffer aangetroffen chromosoom-Y-profiel komt niet overeen met de chromosoom-Y-profielen van de verdachten. Het is een duidelijke boodschap met een duidelijke consequentie. Blijft natuurlijk over de mogelijkheid dat de mannen er op een andere manier mee te maken hebben, maar dat de dodelijke steken zijn toegebracht door een onbekende mededader. Er volgen daarom ondanks de negatieve DNA-uitslag nog maandenlange telefoontaps op het duo. Daaruit komt naar voren dat ze elkaar inderdaad zeer waarschijnlijk helemaal niet kennen en dat ze toevallig afzonderlijk van elkaar en zonder dat ze het van elkaar wisten een lijntje hebben met heler Willem O. Ze zijn definitief verdachte af. Op dit moment, als het onderzoek voor de tweede keer is heropend en voor de tweede keer ook vruchteloos weer is afgesloten, probeert ons programma op verzoek van Lydia's nabestaanden al 5 jaar bij de recherche publicitaire aandacht voor de zaak te krijgen. Ik vond het belangrijk dat er snel aandacht aan besteed werd, omdat ik gewoon niet van ervaring, maar gewoon van wat je hoort op televisie, dat hoe ouder een zaak is, hoe moeilijker het is om hem op te lossen. En we zijn nu in februari aanstaande, 2011, is het 17 jaar geleden. Is gewoon belachelijk. Haar angst is dat de totaal zinloze moord op haar pleegmoeder in de vergetelheid verdwijnt. En inderdaad, ondanks het gruwelijke karakter kent bijna niemand de zaak en heeft het ook landelijk nauwelijks aandacht gehad. We gaan op bezoek bij justitie en politie en sturen faxen, aangetekende brieven en talloze mails. Maar steeds is de boodschap dat we nog even moeten wachten. Tot het onderzoek voor de derde maal wordt heropend. 11 jaar na onze eerste contacten. 16 jaar na de moord. Het Amsterdamse team Review and Cold Case heeft het onderzoek naar de moord op Lydia Knap een jaar geleden heropend. Onder leiding van teamchef Theo Vermeulen wordt het 5000 pagina's dikke oude dossier uit 1994 opnieuw van A tot Z bestudeerd. Er zijn nieuwe deskundigen geraadpleegd en aanvullende onderzoeken verricht. Nou, bij de hier hebben we een bord, een werkbord voor ons. Daar zit de zaak in. Daar zitten foto's in die ons steeds verder helpen als we over de zaak praten. Als we eerst even naar deze kant kijken. Eigenlijk de woonkamer zoals die achterbleven is nadat zij aangetroffen is. Maar hier zie je dan eigenlijk de plek waar alles zich afgespeeld heeft. Ja, een bloedbad. Heftig, hè? Echt in een, op de vierkante meter een bijna een gevecht geweest. En echt heel pittig, echt... Dit kom je toch niet vaak tegen, nee, zo erg. Nee, gelukkig niet. Nee. Want als je dan beseft wat hier afgespeeld moet hebben, hoe zij aan haar eind gekomen is. Het is altijd erg, maar dit is opgesloten geweest, beestachtig. Deze kaart is te zien dat dit de route is zoals de man met het staartje naar de tramhalte heeft gelopen. Op het moment dat Joop Baneke thuis kwam. Ja, en dan verklaren de getuigen onafhankelijk van elkaar dat we naar deze richting de tramhalte toe renden. Ja. Hoe belangrijk is die man met dat staartje nou in het nieuwe onderzoek voor jullie? Hartstikke belangrijk. We willen hem heel graag binnen hebben. We willen heel graag met hem spreken. We willen heel graag zijn verhaal horen waarom hij daar op dat moment op die wijze gelopen heeft. Alles wijst erop dat hij de dader is eigenlijk? Heel veel punten. Kan het zijn dat hij de dader is? 11 jaar geleden hebben wij geloof ik al de eerste brief gestuurd dat we graag aandacht aan deze zaak willen besteden. Nu staan we hier in feite pas. Dat heeft wel erg lang geduurd, hè?
Ja, het is niet zo gelopen, denk ik, zoals het zou moeten. Daar kunnen we gewoon open en eerlijk over zijn. Wat haken en ogen geweest, de brief. We hebben ook bijeenkomsten gehad bij het pakket samen, waarin we afspraken gemaakt hebben. Die zijn anders gelopen. Laat ik ook maar zeggen, niet zo nagekomen als dat afgesproken. Maar uiteindelijk zijn we er toch eindelijk aan toe. Het Amsterdamse Cold Case Team ontdekt dat een aantal mogelijk belangrijke zaken uit het oude moorddossier niet of onvoldoende is onderzocht. Zaken die misschien naar de dader kunnen leiden. Naar de mysterieuze man met het staartje. Op de dag van de moord ziet een bewoonster van de Laurierkerslaan rond 14:15 middags een vreemde en onbekende man. Hij is rond de 40 en past volgens het Cold Case Team goed in het profiel van de man met het staartje. De vrouw ziet hoe hij een kort praatje maakt met een timmerman die daar namens een onderhoudsbedrijf aan het werk is. Omdat het oude rechercheteam uit 1994 natuurlijk wil weten wat de timmerman en de onbekende man hebben besproken, zoekt men de onderhoudsman op. Hij vertelt dan dat het maar een kort gesprekje was geweest, waarin de man terloops had opgemerkt dat hij de postbode was. Hoewel dit laatste vrijwel zeker niet klopt, anders zouden getuigen uit de Laurierkerslaan hem immers wel hebben herkend, zijn de ins en outs van dit verhaal destijds nooit grondig onderzocht. Zelfs de volledige personalia van de timmerman zijn nergens in het oude dossier terug te vinden. Alleen een voornaam, Wim, die zou werken bij een firma van Leeuwen. In het oude dossier is vreemd genoeg niets terug te vinden over een echte zoektocht naar het moordwapen. Omdat het in ieder geval niet op de plaats delict was achtergebleven, had dit toch zeer voor de hand gelegen. Vooral omdat daders zich doorgaans zo snel mogelijk van dergelijke belastende zaken willen ontdoen. Maar nergens in het 5000 pagina's tellende dossier wordt met ook maar één woord gerept over de inzet van speurhonden, metaaldetectors of brandweerduikers. Er is een paar jaar na de moord nog wel door enkele ME'ers gezocht, maar dan alleen naast het tramstation. Hier is echter niet eens een procesverbaal van gemaakt. In theorie is het dus goed mogelijk dat er ergens in de struiken op de route Haag-Kerslaan Beneluxbaan al jaren een mes ligt te roesten. En het is ook niet ondenkbaar dat de dader het wapen tijdens zijn vlucht vanaf het derde bruggetje langs de Parmentierlaan in het water heeft gegooid en dat het daar nog steeds op de bodem ligt, tenzij de sloot al meerdere keren door de gemeente Amstelveen is leeggebaggerd. De financiële aspecten uit het leven van Lydia Knap zijn slechts globaal onderzocht en dat, terwijl die juist veel vragen oproepen en zelfs wel eens ten grondslag zouden kunnen liggen aan de moord. Zo stond Lydia niet in het testament van Joop, maar Joop wel in dat van Lydia. Joop was weliswaar ouder, maar uiteindelijk weet natuurlijk niemand wanneer zijn tijd is gekomen. Leidde dit tot wrevel? Was hierover ruzie? Het is zelfs onduidelijk hoe rijk Lydia precies was. Bankafschriften van haar zijn nooit gevonden en wat er uit nader bankonderzoek destijds door de recherche is gedaan, valt niet terug te vinden in het oude dossier. Dit terwijl geldstromen natuurlijk veel duidelijk hadden kunnen maken. Er staat niets over in het dossier en ook de omvang van de erfenis is nimmer uitgezocht. En dat is niet alles. Lydia wilde een vriendin, die ze al 28 jaar kende, uit haar testament schrappen. De vrouw zou 10% van Lydia's vermogen krijgen bij overlijden. Ze had daarvoor een afspraak met haar notaris, meester Stuit. Notabene op de dag van de moord, zo blijkt uit deze agenda van Lydia. Maar de handtekening is nooit gezet, omdat Lydia uitgerekend die dag dus werd vermoord.
Zou deze vriendin onaangenaam verrast zijn door Lydia's besluit? En kan hierin een motief worden gezocht? Volgens Lydia's man Joop wist deze vriendin dat ze uit Lydia's testament zou worden geschrapt. Joop had er nog aan toegevoegd dat deze vriendin het niet erg vond. Als de vriendin dan door het oude team wordt gehoord, wordt er vreemd genoeg geen enkele vraag gesteld over de gang van zaken. Het lijkt of de recherche blind genoegen nam met Joops verklaring dat deze vrouw het allemaal geen enkel probleem vond. Alsof de vrouw spontaan zou vertellen dat ze woest was en op wraak zon, als ze er wel iets mee te maken had. Wat destijds ook nooit goed werd uitgezocht, is de opmerkelijke gang van zaken rond de financiële huishouding die Lydia voerde voor een vrouw die ze kende vanuit haar functie als maatschappelijk werkster. De vrouw was al in 1977 aan de zorg van Lydia toevertrouwd en kon totaal niet met geld omgaan. De hulp bestond eruit dat Lydia voor haar een extra rekening had geopend, waarvoor zowel zij als Lydia een pasje hadden. Van de uitkering die elke maand op die rekening werd gestort, betaalde Lydia de vaste lasten, waarna ze het restbedrag overmaakte naar de andere rekening van de vrouw. Kort voordat Lydia haar taken wegens verhuizing van de vrouw beëindigde, zou zij 30.000 gulden hebben overgemaakt naar de rekening van de vrouw. Een groot geldbedrag dus, dat ze daarvoor enige tijd thuis zou hebben bewaard. En wat blijkt? Na de moord wordt Lydia's bankpas van deze rekening niet meer gevonden. Uitermate verdacht allemaal natuurlijk, maar nooit uitgezocht door het rechercheteam uit 1994. Want hoe zit het met dat financiële aspect? Er waren testamenten, er is over gesproken dat ze sommige mensen geld gaf. Soms wel flinke bedragen ook. Hoe komt het dat dat destijds niet is uitgezocht? Destijds was het financiële onderzoek zoals wij ze nu kennen met alle ontwikkelingen was nog niet dusdanig ontwikkeld dat wij daar altijd vast op in staken. Dat betekent dat het stond in zijn kinderschoenen. We hadden nog niet alle expertise binnen. Het ontwikkelde zich wel snel, maar we hadden het nog niet binnen. En daar is op dat moment kennelijk niet volledig herkend om daar zwaar op te investeren. Ja, maar 1994 is toch niet 100 jaar geleden. Toen de financiële misdrijven zijn toch van alle tijden. Ja. Ik kan me herinneren dat de roemruchte commissaris Gerard Torenaar altijd al zei, en dat is echt langer geleden dan 1994, ja. Als er een moord is gepleegd, gaat het om de twee K's. De kut en de knaak, zei hij. Zo noemde hij dat. Ja. Ja. En dan zou je in 1994 toch ook gewoon bankafschriften alles moeten natrekken om te zien waar is het geld naartoe gegaan. Follow the money. Ja. Als we er nu naar terugkijken, vinden wij dat heel logisch ook. En denk dan ook maar even aan DNA. In 1994 hadden we geen idee van wat we nu weten. Ook ontdekt het cold case team dat er veel meer ex-cliënten zijn geweest die door Lydia financieel werden ondersteund, onder wie een aantal gewelddadige ex-verslaafden. Lydia deed haar gifte meestal uit de kas van het Joods maatschappelijk werk, maar soms ook uit eigen zak. Het waren activiteiten waarover echtgenoot Joop niet veel opheldering kon geven, want Lydia was niet erg mededeelzaam en hield haar contacten erg één op één. Zakelijke telefoongesprekken met cliënten en collega's voerde ze vrijwel altijd boven op haar werkkamertje met de deur dicht. Haar schenkingen waren vaak relatief kleine bedragen voor het kopen van eten, een fiets of kleding. Ze kon, ook na haar pensionering, haar pupillen niet loslaten, vertelt Lydia's voormalige directrice bij het Joods Maatschappelijk Werk. Maar wat voor Lydia een goed bedoelde gewoonte was geworden, werd door sommige cliënten beschouwd als iets waar ze recht op hadden. Het gebeurde ook dat Lydia de geldkraan dichtdraaide voor cliënten. Was de man met het staartje een doorgedraaide cliënt van Lydia die opeens geen geld meer van haar kreeg? Kunnen we daar nu nog wat mee? Nee. Wij hebben er heel goed naar gekeken en dan gaat het ook vooral over de procedures, want dat is ook een van de dingen waar we straks met z'n allen bewijsvoering uit willen halen. En wij hebben gekeken naar hoe dat gelopen is, hoe dat gegaan is. En wij zetten hem eigenlijk buitenspel.
Wij kunnen er niet meer mee opsporen, zoals we dat dan... Waarom niet? Doen. Omdat de wijze waarop hij tot stand is gekomen... Eigenlijk niet meer aan de voorwaarden voldoet om daarmee te gaan opsporen. En wij vinden hem dan ook te onbetrouwbaar om daar nu mee de straat op te gaan. Dus kijkers die nu de telefoon willen pakken van... hé, dat doet me denken aan Kees van zoveel jaar geleden. Ja. Die hoeven dat niet te doen? Dan is dat te onbetrouwbaar om daarmee sporen weg te zetten. Maar het feit dat de verdachte een staartje droeg... dat is wel een element wat in de gaten gehouden moet blijven worden. Sterk in de gaten, omdat zeer veel getuigen praten over zo'n figuur. Hoe belangrijk is het dat deze moord na 16 jaar nog wordt opgelost? Er wordt nu heel veel tijd ingestoken. Ja, heel belangrijk. Als je kijkt naar wat hier gebeurd is... en elke moord is erg, laten we daar ook vooral met z'n allen blijven roepen. Maar als je ziet wat zich hier afgespeeld heeft... is, dan moet zo'n kerel moet van de straat af. Die moet zijn verdiende loon krijgen. En ik denk ook dat we met z'n allen recht op hebben... om duidelijk te krijgen van wat heeft zich hier afgespeeld... en wat voor mens zit daarachter. Ja, want iemand die tot zoiets in staat is... die kan natuurlijk altijd nog een keer iets doen. Hè? Die kans zit er wel dik in eigenlijk. Ja. En met wat we hebben we natuurlijk heel goed gezocht. Zijn we gaan kijken, DNA-banken. En tot op heden hebben we nog geen aanwijzingen... dat we dichter bij een mogelijke dader kunnen komen... binnen onze bestanden van de politie-justitie. Omdat van de dader maar zo bitter weinig bekend is... heeft het Cold Case-team een gedragsdeskundige ingeschakeld... die een sessie met wie Lydia omging... En hoe zou Lydia daarop reageren? Wat zeggen de sporen op de plaats delict hierover? Aan de hand van de resultaten uit dit onderzoek... is een reconstructie gemaakt van wat er die fatale wintermiddag... ruim 16 jaar geleden in Amstelveen gebeurd kan zijn. Lydia, die volgens haar man altijd naar buiten keek... om te zien wie er voor de deur stond, zal de dader hebben herkend... en om die reden niets vermoedend hebben opengedaan. Al snel nadat het Lydia aan. De vrouw vlucht de wc in. De belager komt achter haar aan en overweldigt haar. Dan pakt hij zijn mes en begint op haar in te steken. Omdat Lydia zich in de kleine ruimte bevindt... waarin zij zich amper kan bewegen, pleegt ze nauwelijks nog verzet... Iets wat het geringe aantal afweerverwondingen kan verklaren. Het is een gegeven dat er vaak een verband is tussen overmaat van zogenoemde torture marks. Dit zou erop kunnen wijzen dat de vrouw eerst onder druk is gezet. Het feit dat de dader Lydia levend heeft achtergelaten... kan te maken hebben met de thuiskomst van echtgenoot Joop. De moordenaar heeft het huis via de voordeur verlaten. Er zijn geen braaksporen. Het is niet duidelijk wie de achterdeur op slot heeft gedraaid. Dat kan Lydia zijn geweest, maar ook de dader. Alles wijst er volgens deze analyse dus op dat Lydia Knap is vermoord door iemand die wist waar ze woonde... die bekend genoeg was bij haar om de deur voor open te doen... die kennelijk met één doel naar de Haagkerslaan was afgereisd... en totaal buiten zinnen raakte toen hij om wat voor reden dan ook zijn zin niet kreeg. Maar wie was toch die man die in die periode met een staartje door het leven ging... en die door meerdere getuigen is gezien? Heeft werkelijk niemand hem op de 9e februari met bebloede kleding thuis zien komen? Is het niemand opgevallen dat hij ineens zijn staartje kwijt was? Zou hij nooit met iemand over zijn gruweldaad hebben gesproken? In een steriele ruimte van het politiebureau aan de Kabelweg in Amsterdam... worden de stukken van overtuiging, zoals die formeel heette, nog steeds bewaard. Hier liggen de spullen van de plaats delict opgeslagen... De beste opstelling om te Dit is de pantoffel die Lydia droeg toen ze 16 jaar geleden werd vermoord. Op deze foto is te zien hoe die in een hoek is geperst. Waarschijnlijk toen Lydia in haar doodsstrijd zich schrap zette.
Dit vuilnisemmertje is ook een bijzondere stille getuige van het bloedbad dat zich bijna 17 jaar geleden in die zo gewone Amstelveense rijtjeswoning afspeelde. Hij stond naast het toilet en zit nog helemaal onder Lydia's bloed. Lydia Baneke Knap, voor haar vrienden Lidie, werd op 15 februari 1994 begraven op begraafplaats Zorgvliet in Amsterdam. Haar man Joop overleed 7 jaar later aan een hersenbloeding en kreeg zijn laatste rustplaats bij zijn vrouw. Veel herinneringen liet het echtpaar niet na, maar tussen het huisraad vond pleegdochter Elsa een briefje, geschreven door Lidie. Lieve allemaal, als mij wat overkomt, vind ik dat heel jammer. Want ik zou er best nog een poosje leven bij willen hebben. Aan de andere kant zou dat maar een fractie zijn geweest van de eeuwigheid die erop volgt. Ik heb het heel goed gehad met jullie, allemaal. Sterkte en veel liefs van Lidie. Ja, een ontroerend laatste briefje van Lidie. Dat uitdrukte dat ze er nog zo graag een poosje leven bij had willen hebben. Het was haar echter niet gegund, deze 63-jarige vrouw die niemand kwaad deed en alleen maar ruimhartig andere mensen hielp. Want haar onbekende moordenaar gaf haar geen enkele kans en slachtte haar letterlijk af. En de vraag is nu natuurlijk, wie is de man die dit gruwelijke misdrijf op zijn geweten heeft? Weet u hier meer over? Slaat u aan op de plaats delict en de man met het staartje? Heeft u ooit iets gezien, gehoord of gemerkt van dit misdrijf? Als u iets weet, hoe gering ook, belt u dan nu met het cold case team van de politie Amsterdam-Amsteland. De rechercheurs zitten nu klaar. En u kunt hen bellen op telefoonnummer 020-559-4200. Ik herhaal 020-559-4200. En als u niet met de politie wilt bellen, maar wel informatie heeft, kunt u die ook aan ons kwijt via onze website www.peterrdevries.nl. Waar u ook nog eens alles over deze zaak kunt teruglezen. Wij zullen dan zorgen dat uw tip op de juiste plek terechtkomt. Ik neem aan dat het geen betoog hoeft dat de man die deze moord heeft gepleegd alsnog direct van de straat moet. Dus help mee en bel. Daarmee kom ik aan het einde van deze uitzending. Als u wilt weten of er waar u dit en andere nieuwtjes heet van de naald kunt lezen, sluit u aan als volger. Volgende week zijn we er weer met een bijzondere aflevering. Mijn programma bestaat 15 jaar, dus tijd voor een unieke terugblik op onze verborgen camera-klassiekers. Zorg dat u klaar zit, dan heeft u altijd een alibi. Tot dan.